Wat die vloer, kijk dan. Jeetje, wat ziet het eruit? Eerst stond natuurlijk de verhuisspullen grip, maar nu zien we niks meer. Oh. De plannen lagen al 14 jaar klaar. Maar vanaf aanstaande dinsdag zit Basisschool Sint-Jan Baptist dan toch eindelijk in de nieuwe multifunctionele accommodatie in Batenburg. Die verhuizing is ook hard nodig, want het huidige gebouw is helemaal verouderd. Als je erin werkt, dan lijkt het nog best wat. Maar als je het nu zo leeg ziet, dan is het wel echt heel erg verouderd. Maar het staat er ook al 60 jaar. Oh, oh, en de muren, al die vlekjes. Ik zal even de wc's laten zien. Daar zijn we het allerblijst mee dat we daar nieuwe voor hebben gekregen. Want dit waren de kleuter En die waren het eerst aan vernieuwing toe. Want um, uit de voegen... Het, de plasjes en de, het bleef daarin zitten. Dus dat is heel fijn dat we nu nieuwe hebben met een goede vloer die tegen de wanden oploopt. Dus dat is heel prettig. De school gaat er wat betreft ruimte wel iets op achteruit. Er zijn straks nog maar drie klaslokalen, terwijl in het huidige gebouw er vier waren, plus nog wat extra ruimtes. Toch is juf Annelies blij met de verhuizing. Nou, het oude gebouw was echt uh, op. Zeg maar. We hebben daar 15 jaar geleden nog een heel nieuw stuk aangebouwd gekregen. Maar uh, ja, het is gewoon uh, tijd voor iets nieuws in Batenburg. Uh, we zitten hier in een multifunctionele accommodatie. We hebben nu uh, alles samen: uh, de voetbalvereniging, uh, het dorpshuis. We zijn eigenlijk een stad in Batenburg, maar het dorpshuis. En uh, de school zit erin. Nou ja, het is hier in een stad zoals Batenburg met niet zoveel inwoners is het belangrijk dat je gewoon alles samen doet en veel samenwerkt. En het is mooi als dat allemaal in één gebouw kan. Hoewel de verhuisdozen nog moeten worden uitgepakt, moet het aanstaande dinsdag op de eerste schooldag van 2022 allemaal af zijn. We doen ons best.